Goedenavond, we zijn met wethouder Katelijne Bouwkamp. Vanavond gesproken over de energieambities in Arnhem Een nieuw document, uh, nieuw Energy meet in Arnhem, uh, ambitie tot 2030. Nou, heel document, we uh, kunnen uiteraard niet alles doorspreken, maar kunt u even de belangrijkste twee of drie punten noemen van de chef van Nou, Daar ben ik nou het meest trots op wat we in uh, Arnhem echt gaan doen de komende jaren. Ja, het is ook een heel belangrijk uh, programma en het doel van het programma is te zorgen dat de CO2 uitstoot uh, vermindert de komende jaren. En we hebben gezien in Arnhem dat dat best wel lastig blijkt, ook omdat uh, de stad groeit. En daarmee is het ons de afgelopen jaren niet goed gelukt om die CO2 uitstoot uh, naar beneden te krijgen. Dus we hebben nu gezegd, om toch die ambitie vast te kunnen houden voor de toekomst, moeten we nu gaan uh, versnellen en moeten we echt uh, uh, ja, hele duidelijke maatregelen gaan nemen om te zorgen dat we dat gaan doen. En waar ik heel trots op ben, is dat wij als Arnhem hebben gezegd. wij zien onszelf ook als koploper daarin. Ook als voorbeeld voor andere gemeenten. En dat zien we op drie punten. En dat een eerste punt daarvan is dat we dat op een wijkgerichte manier gaan doen. Dus dat willen we ook echt samen met de Arnhemmers in de wijken gaan realiseren. We hebben gezegd duurzame mobiliteit. Dat is ook zo'n uh, onderwerp waarop wij ons als koplopers zien. We hebben hier natuurlijk ook al de trolley waar we heel trots op zijn, en we willen daar nog veel meer op uh, ingaan zetten op die duurzame mobiliteit. En wat ook heel erg belangrijk is en waarin wij we best wel uniek zijn in Nederland, is uh, alle mooie uh, Arnhemse bedrijven die we hebben, en we willen dus ook die Arnhemse innovaties in gaan zetten in de energietransitie. Je ja, zelf van, uh, ja, ambities de laatste jaren zijn, zijn niet helemaal geslaagd. Ja, daar bent u van mij ook niet uniek in. Er zijn heel veel ja, overheden die die ambities toch steeds moeten bijstellen. Maar ook Arnhem de afgelopen jaren is niet van nou, ambities toch toch na niet gehaald. Maar voor de provincie geldt eigenlijk hetzelfde. Ja, nu zeg ik ga het nu nog ambitieuzer uh, stellen. Ja, is dat dan reëel? Nou, we stellen het niet nog ambitieuzer, alleen we moeten harder gaan werken om de ambities die we al hadden, uh, om die te gaan realiseren. En uh, wij hebben daar wel voor gekozen, omdat het belangrijk is dat we met elkaar ook dat gaan doen wat we, mo uh, wat we moeten doen. Uh, want we zien ook dat het belangrijk is om die CO2-uitstoot uh, te gaan uh, verminderen. Dat doen we voor uh, het tegengaan van de klimaatverandering, maar ook voor uh, schone lucht in de stad. Nee, het is helder dat u die ambities heeft. Uh, wat gaat u nu ook echt aan doen om te zorgen in 2030 dat we die ambities ook echt gehaald hebben? Dan niet opnieuw moeten zeggen: ja, we moeten het toch weer bijstellen of hè, we moeten toch weer harder gaan lopen nog weer om, om het alsnog te halen. Ja, dat is, en dat is ook precies waar dit uh, plan, hoe, zoals we het nu hebben voorgelegd uh, aan de Raad, uh, een antwoord op geeft. En dat is namelijk dat we heel erg precies hebben gekeken welke maatregelen kunnen we dan nemen op verschillende onderwerpen. Je hebt natuurlijk de, uh, onder, de, de mobiliteit, heb ik al genoemd, maar je hebt ook bedrijven, je hebt de, uh, de, uh, de huizen. En op al die punten hebben we gekeken wat zijn nou de maatregelen die wij kunnen nemen. Uh, en daarbij ook uitgerekend, wat is dan die CO2-uitstootvermindering die we daarbij verwachten? Nu gaat ook... Een heel stuk um, uh, van deze nota over, over een stukje bewustwording en gedragsverandering uh, bij, bij de burger, die u teweeg wil brengen. Uh, wat voor boodschap heeft u daarin nog uh, voor de Arnhemmer? Nou, wij vinden het heel erg belangrijk dat de Arnhems goed weten... waarom ze het doen en wat ze kunnen doen. Uh, dus daar hebben we ook een hele campagne om, hè? De, de Arnhem Aan-campagne... Uh, waarin mensen ook op de website heel veel uh, links en informatie kunnen vinden... ook over hun eigen wijk, over mogelijkheden die ze in hun eigen huis kunnen treffen. En we zijn natuurlijk ook heel erg blij dat we hier een energieloket hebben... waarbij mensen met echt met praktische vragen kunnen uh, langskomen... maar ook bijvoorbeeld eens een keer een warmtescan uh, kunnen doen in hun huis. Dan kan je gewoon heel praktisch met een apparaat kijken... lekt er warmte weg in mijn huis en waar... En wat wat kan ik daar dan aan doen om dat te voorkomen? Wat vindt u van de uh, doelstellingen die nu gesteld worden? Nou, er ligt een hele mooie uh, ambitie van de gemeente om de uh, verduurzaming van de stad te doen. Uh, op zich prachtig. Ik denk ook heel erg nodig om dat te doen. Alleen terecht wat je zegt, uh, we hebben de vorige ambities al niet gehaald. En we leggen de volgende ambities, die nog ambitieuzer zijn, die nog verder gaan, die leggen we nu al neer. En uh, ja, wat je ziet is dat de nota een uh, hele waaier aan allerlei maatregelen en uh, doelstellingen uh, bevat. Ja, en de vraag is dus: wat gaan we daar nou van realiseren? En wat mij betreft zou er veel meer focus uh, aangelegd moeten worden in het plan van het college. En uh, ja, er zijn twee plannen, daar weten we eigenlijk al vrij zeker dat dat snel kan en dat dat veel op gaat leveren. Dat is isolatie van woningen. En dat is het uitbreiden van het warmtenet. Of het beter benutten van het eigenlijk al liggende warmtenet. Waar je woningen in de buurt daar nog snel een, uh, op kunt aansluiten. Ja. Ja, wat vond u van de uitleg van de wethouder? Als ik een beetje samenvat, dan zegt ze eigenlijk van ja, de vorige ambities zijn niet gehaald. En daarom stellen we de ambities nog scherper. Hè, om, om niet de, de, daarin ambitie in te leveren. Uh, ja, heeft dat u overtuigd? Nou, kijk, we hebben natuurlijk afspraken met z'n allen gemaakt dat we in 2030 een bepaalde besparing in de CO2-uitstoot willen realiseren. Dat geldt dus energieakkoord. En dan moeten we terug naar 55 procent. Arnhem heeft dat uit de vorige nota zijn ambitie al niet gehaald. Dus dat moet ingelopen worden. Ja, die ambitie die komt er dan gewoon bovenop. En dat is wat u hier ziet.